Ik merk wel dat er behoorlijk wat dingen fout gaan. De Piratenpartij doet 16 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezing in Nijmegen. De partij vindt dat het beter kan met de besluitvorming in de stad. Ik merk wel dat er behoorlijk wat dingen fout gaan. Zoals de nieuwe brug die over de Waalhaven gepland staat. Dan denk ik van wie hebben daar in de gemeenteraad gezeten om gewoon de minder valide te vergeten mee te nemen om zo'n brug te bouwen. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen wil de Piratenpartij de macht in de stad lokaler verdelen. We zijn van plan om de besluitvorming zo lokaal mogelijk te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld via wijkraden. Andere standpunten zijn een transparantere overheid, meer privacy en een gekozen burgemeester. Een gekozen burgemeester is voor mij ook een belangrijk punt. Meneer Bruls is natuurlijk veel in het nieuws geweest, positief, negatief. Maar het is geen gekozen meneer en hij heeft toch wel heel veel zeggenschap gekregen. Dat hebben we de laatste 2 jaar wel gezien. En voor iemand die niet gekozen is, vind ik dat niet kunnen.